Iedereen, welkom bij deze nieuwe stream. Ja, jongens, ik ben hier samen met mijn neef, met Lucas. Wij gaan verder met de Harry Potter wereld, jongens. We zijn al heel ver. We zijn lekker bezig. We hebben de gevangenis van Azkaban al helemaal af. De gevangenis, de dingen. Mijn neefje is ook op dit moment live, volgens mij, denk ik. Of niet? Lucas. Lucas. Ja, hij is ook live. Ik ga twee streams bijhouden. Ik ga mijn eigen stream bijhouden. En natuurlijk die van mijn neefje. Wel zonder geluid. Alleen moet je even je titel aanpassen, Lu. Je moet je titel even aanpassen. Want we zitten in de Harry Potter wereld. Die heb ik ook aangepast. We zijn allebei echt een beetje heel erg moe, maar we gaan gewoon lekker live. Deze video zo, of deze stream zal ook te zien zijn op mijn YouTube kanaal. Loop van de middag, eind van de middag. En ik denk dat mijn neefje die ook wel gaat uploaden, denk ik. Zo, als ik iemand moet blokkeren, moet je het zeggen, Lucas. Yo, Loekie. Gaat het? Ja, het gaat heel goed. Ik ben een beetje moe. Maar ik denk dat wij nou, Nicky, of Lucas en ik, goedemorgen, Lucas en ik allebei wel heel moe zijn. Hoi Elsie. Hoezo? Gewoon, dat heb je wel eens van die dagen. Waar zei dat nou? Oké, dus dat was niet bij mij thuis. Dus bij mij thuis gebeuren er hele gekke dingen. Sinds vannacht. En sinds al een tijdje eigenlijk. Voor het algemeen, maar sinds vannacht gebeurden echt hele aparte dingen. Daarom niet, waarom wel? Als wij hier nog wel mee werken, dan werken wij hiermee, hè Lucas? Wie weet vinden wij dat wel heel erg prettig. Lukt het, Lucas? Pak het groen even, dan kan je het dichtmaken. Gewoon, ik kan het heel moeilijk beschrijven, want jullie geloven het misschien toch niet. Wij zijn toch. Ja, we zijn live. Opgebleven. Ja, we zijn inderdaad lekker lang opgebleven, dat klopt. Zo, pardon. Hey, dat wil ik niet als ze zijn, maar jij kan ook een time-out krijgen. Want voor mij heb ik al lange time. Voor mij heb ik al lang hoi gezegd. Bij Dantje. Pas op, mijn neefje heeft ook toegankelijkheid om mensen te blokken, hè? Ja, nee, je kan gewoon live blijven. Ik kijk ook jouw stream intussen.
Lucas heeft een hele zachte stem van zijn eigen. Lucas, je mag even iets harder praten, dan kijk eens, hoor je amper. Dat is beter. Maar ik ga er niet, ik kan er niet over praten op dit moment, want waarschijnlijk geloven jullie me toch niet, dus ik ga het even voor me houden. Acidolo, echt waar. Jij kan daar ook time uit verwachten als je niet ophoudt. Ineke, hoeveel loop je dag tot nu toe? Heerlijk. Lekker met mijn neefje, lekker de hele tijd op remen. We gamen eigenlijk al de hele dag. Nou, wat je net zei van jongens oppassen, dat vind ik een beetje, dat klinkt een beetje. Oké, dan is het goed. Ik verstond het anders. Sorry, mijn fout. En zulke dingen, dat is gewoon. Ik heb een expert gebeld vandaag of vanmorgen die heel veel verstand van dat soort dingen heeft. Dus ik heb wat tips gekregen, dus dat ga ik eerst even uitvoeren aan maandag. Ja, ik ben zeker altijd positief over alles. Maar soms dan zien jullie ook niet altijd alles wat er echt speelt. En dat vind ik echt heel erg moeilijk om daar altijd over te praten. Maar dat doe ik altijd met mijn mannetje wel. Wanneer komt het boek uit? Dat weet ik nog niet. Dan moet je even, zo even een berichtje doen naar mijn management. Misschien geeft hij wel antwoord erop. Ik ben het nichtje van Lucas. En het nichtje van Amy. Ga je boek uitbrengen? Dat weet ik nog niet, jongens. Ik heb daar nog niet over nagedacht. Misschien wel. Ik weet het nog niet. Ik weet het echt nog niet wat schip stond. Mijn management is Amy Rabiai 41. Geen probleem. Gaat wel leuk, Erika. Dankjewel. Is Nicky er ook? Nee, Nicky komt misschien vanmiddag eventjes, maar misschien ook niet. Ze weet het nog niet. Ze is ook heel erg moe op dit moment, dus we wachten dit even rustig af. Misschien komt ze wel, misschien niet. Hoe gaat het met de katten? Ja, heel goed. Met Mappie gaat ook alles goed, dus. Ik heb zeker een eigen management. Lekker hoor. Ik ga er niks over zeggen. Ik zeg alleen, er gebeuren rare dingen af en toe in mijn huis. Weet niet. En dat noem je geen geesten, dat noem je speerwitsen. Dankjewel, Hidde. Oh, Hidde, ben jij degene die ook bij Lucas ermeld is? Lucas. Is Hidde Reisman ook mod bij jou? Oké, dan. Lucas praat toch gewoon op zijn eigen manier.
Oké, dan is Hidde bij mij ook mod. Oké, jij gaat op de blok. Ik ga even iemand blokkeren hoor. Zo. Geen probleem, Hidde. Pardon. Ga ik niet herhalen wat hij zei. Hidde, bij mij is het ook zo, mensen die vervelend zijn en echt te ver gaan gelijk blokken. Nee, gewoon zo, hè? Alleen mensen die ik echt ken, die worden mot. Oké, Messi. Nee, ik ben er niet bij K3 in Ahoy geweest. Ik ben ergens anders geweest bij K3. Neefje, als je wil mag je je kanaal van Twitch in mijn stream zetten. Heel goed, ik ben bij mijn mannetje thuis geweest met oud en nieuw. En met mijn neefjes, dus. Mijn mannetje is ook mijn tante, dus. Het was heel erg leuk, het was gezellig. Veel gelachen. Ja, dat is vervelend. Dank je, heren. Super. En die van je moeder wacht er ook gelijk bij. Oh, dat gaat niet. Doe maar je moeder en jou in één. Dan kan ik die vastzetten. Nou, van mij ligt er iets aan je mic. Want Lucas hoor ik prima. Ja, hij praat gewoon hoe hij praat. Nee, je kan niet doneren. Hoi, hoi. Dat hoeft helemaal niet. Geld worden wij niet gelukkig van. Wij doen het voor het plezier. Of niet, Lucas?
Kansarmoede is dat kindjes geboren worden in kansarmoede. En die kindjes hebben helemaal niks. Oké, ik ga jou ook time-out geven. Dit, Hidde? Hidde, wil je even, ik ben Kaas God, even een time-out geven, alsjeblieft? Kan niet allebei tegelijk, toch? Dankjewel. Die heb ik toevallig cadeau gekregen. Ja, ik ga hem gelijk vastzetten. Zo, hij staat vast. Niemand wordt meer mod. Ik heb genoeg mods. Jongens, ga niet over Gio praten tegen mij en over Jade. Hou ik niet van. Klaar. Niet blijven proberen. Hey, hallo? Hey, mevrouw Verbeke. Wat krijgen we nou toch weer? Dat is nog een verrassing, dat had ik niet zien aankomen. Zo, welkom. Ja. Die had ik niet zien aankomen, jij Lucas? Nee. Nee. Mijn zorgmoeder in de chat. What the fuck? Sorry. Ik had dit niet verwacht. Ik ben gewoon live hoor, niks aan de hand. Peter, laatste waarschuwing. Hidde! Kun je even ingrijpen? Je moet niet zomaar oordelen, Sanne, wie nep is en wie niet nep. Kan je beter aan mij overlaten, want ik heb Christel langer dan jij. Christel, kun je eventjes zo typen, alsjeblieft? Dat is gewoon iets wat ik nu tegenwoordig doe. Switch. Mijn neefje ook. Dat is veel leuker dan op YouTube. Hè, Lucas? Mijn lieve... Mijn favoriet, dat is België, hè? Allee, dat vind ik eigenlijk plezanter, hè? België. Ik zou daar nog willen wonen ook. Geen idee. Ik had er op YouTube toch wel bijna 60.000. Ik heb al dingen gebouwd. Maar ik zal me nu al netjes moeten gedragen, want... ik heb hier de gevangenis van Azkaban gebouwd. We zijn hier van Harry Potter wereld. Merci, Hidde. Dank u. Hier zitten de echte... nou ja, niet de echt... Ja, wel de echte gevangenen, maar minder gevaarlijk dan normaal. Ik ga dus even induiken. Het is toch terug... God, achter de tralies.
We zullen eens even zien. Dit zijn allemaal complexen met cellen. En we hebben ook... hier gaan we niet in, want deze cellen zitten volgens mij nog niemand in. En dan hebben we hier nog een andere cel waar wel heel veel andere celletjes in zitten. Dan kunnen we wel even naar binnen. Hoppa, zo. En hier zitten allemaal celletjes en hier zit ook bewaking. Die kunnen dan niet in, maar er zit bewaking. Die gaan automatisch alleen maar naar buiten als er iets is. We hebben hier ook nog een andere kant van de gevangenis waar nog niet veel muur staan. Maar daar zijn ook allemaal spelletjes voor voorzien. Hier komt een hele grote muur om de gevangenen. Een hele grote muur tegemoet te doen. We gaan nu verder naar de kant van het mysterie en toverkunsten. Hey, hallo! Oh, wauw. Dat is wel nice. Hebben ze ook. Ja, dat is de Jean. We gaan even verder doen. Gaan we zo beginnen met de stad, Lucas, of gaan we eerst de bouw van de muur afmaken? Wat wil jij eerst? Want er moet hier wel een muur omheen. Kunnen zien, hè? Lucas, waar ben jij? Teleporteren. Wie, Lucas? Mij. Hop, let's go. Okay, sorry. Kom maar uit het water, hoor. Luister. Wil je hier eerst nog een muur aan vastmaken of wil je eerst deze muur vastmaken? Want dit is de muur, zeg maar, die je ook de gevangenen tegenhoudt met ontsnappen. Zal ik die doen? Oh, mooi. Come on. Hallo. Oh. Ik zal mij nu expres heel netjes gedragen. Oh, mij. Wauw. Oké, Jean. Aan mij betekent dat er iets gebeurt, dat hij even, ja, maakt niet uit, geeft niet. Aan mij betekent dat je iets, zoiets hebt van, oh, wat is dat mooi, aan mij, wat een gave foto, of wat een gave auto, of... Het is gewoon een beetje waar, Kees uit, hè. Jongens, let op, ik moet mij nu echt heel niks krijgen, want mijn zorgouders zitten in de chat. Dus, ik zal me nu echt zeker heel netjes gaan gedragen, zeker. Come on, hè? Zo. Lucas, daar mag een donkere muur op. Oh, nee, wacht. Die moet niet. Je mag deze muur doen met een donkere kleur. Niet te donker, iets van een donkere grijze. Zal ik zien? Welke? Hier, pak een die maar. Hier.
Ja, dat wil zeggen dat je moderaat. Oh nee. Jawel, jawel, jawel. Je doet het goed, Lucas. Jawel, je doet het goed. Dan kun je mensen die vervelend doen, kun je die mee blokken, hè? Dat is niet heel moeilijk. Als je vragen hebt, kunt Lucas je ook wel een hint geven hoe dat moet. Oh, je mocht ook Lucas volgen, hè? Lucas, dat is een neef van mij, hè? Ik ken al uw liedjes, maar dat wisten alle van buiten. Die gaat een vreugde van haar uit, ook als ze zwijgt. Blijf ze boeien. Oh, er gebeurt. Hoorde je dat, Lucas? Hoorde je dat net ook? Ik zei toch, er gebeuren hier rare dingen? Dus, dat gaat een hele dag zo door. Is het nog een kwart na zes? Er gaat een vreugde van haar uit. Ook als ze zwijgt. Blijf ze boeien. Ben zo graag bij haar. Zij doet mijn hart open bloeien. Wil ik dat drie zingen? Nee, want Jean Thomas zit nu in de chat, dus ik ga nu de Jean nummer zingen. Blijf ze boeien. Ze weet het niet, maar zij bepaalt de dromen van mijn ziel. En haar liefde kleurt de inhoud van het leven dat ik wil. Ja, maar die horen bij elkaar, hè? Mijn leven lang wil ik bij haar zijn. Voor haar ga ik door het vuur. Het wordt een avontuur. Een wondermooi verhaal. Aan haar verkoop ik mijn ziel, in ruil voor wat ik wil. Mijn leven lang met haar, voor haar. Als ik jou dan zeg, hè, Sanne, dat het liedje wat ik nu zing, dat dat de favoriete liedje is van de Christel, die heeft de Jean voor haar gemaakt. Dat is echt waar, hè? Maak je een grapje? Ik kan al die liedjes. Je verandert de uren op de wekker en het vet op mochten. Ja, hey, kom aan, hè. Ik weet heel veel. Ik weet niet of Christel al iets heeft verteld aan u, maar ik denk het haast wel, dat moet wel. Want dat is nou eenmaal al een feit, daar is al over gepraat. Je weet wel waar ik het over heb, denk ik. Ik ga even. Lucas, ik ga hier even een pad aanleggen. Een soort betonneke. Want die moet ik toch even zo doen. Zo ligt dat wel goed, denk ik. Ja, dat klopt, hè, dat klopt. Er ging wel intern mis. Ik ben meerdere keren bij Juno geweest. Ik stel zelfs op de foto, de Instagram. Op de Instagram vind je de foto van ons. Ik heb verschillende dingen heb ik al verteld aan Christel, als wat ik Jean en Christel zie. Ik heb mijn naam op Facebook al natuurlijk veranderd. Dus ja, dat is eigenlijk toch wel iets wat, ja, niks nieuws is. Dat is goed, hè? Dan kun je ook de foto's zien van Christel en mij. En mijn neefjes en mijn familie is daar heel fier op. En ik ook. Ik ook, ik ook. Ik ook zonder twijfels. Je verandert de uren op de wekker naast bed. Om mocht het. Zie, kijk. Kijk, kijk, kijk. Hé, Lucas, zie wat er staat? Je hebt dat gezien, hè? Klopt dat wat ik al zeg?
Dat wist ik ook al, hè? Daarom ook, hè? Daarom heb ik dat ook gezegd als ding. Ik wist het al. Ik weet nog altijd niet op wie ik het meeste lijk, maar dat maakt niet uit. Lukt dat met het bouwen van de muur? Zal ik eens komen zien? Ah, kijk, ja, heel goed. Je kunt dat ook gewoon tot hier aan doen, hè? Kijk, ze mogen wel een beetje bij elkaar kijken naar binnen. Maar er moet wel precies een extra ruitglas in en dat doe ik wel even. En moeten hier al die cellencomplexjes moeten hier staan. Ik ga precies even verder met de muur. Ai, 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 ai. Je verandert de uren op de weg en naar bed. Mocht het langer gaan duren, want we hebben zo'n pet. Ach ja, wat zou het? Je kleurde mijn leven in een hemelsblauw. En ik voel me herleven in die armen van jou. Ik wil je vertrouwen en op je bouwen. En van u houden. Poppy! Aloha! My kwam. Ja, precies. Zorg vaker. Je mocht Lucas ook volgen, hè? Op Instagram. Dat is geen probleem. Dat vindt hij echt heel tof en Christel ook. Ja, dat is mijn neef. Een van mijn neven. Heel. Oh, je wordt al gevolgd, hè? Sorry voor het fluiten. Ik ben een beetje vrolijk. Ik weet je of het even vrolijk. Allee, jong. Is geen mooie stem, maar. Hoppa, let's go. Nee, dat weet ik even, dat weet ik, dat weet ik. Dat wist ik al, hè. Dat is oud nieuws. Maar ik volg u wel en u mij ook. En ik volg u ook. Ja, dat is goed, hè. Dat is geen probleem. Ah, schat, ik heb geen Jean Thomas niet genoeg te zeggen, hè. Anders Christel zit er ook in. Nee, nog niet. Wanneer dat gebeurt, dan horen jullie dat echt wel vanzelf. Maar dat gaat nog een beetje duren. Godsamme. Sorry, hè. Ik ga het geluid uitdoen. Zalig. Tada. Zo. Allee, jongen. Ik ga het geluid uitdoen. Ik ga er niet meer op in. Dat is voor die vanzelf wel. Ah, zorg vaker, Jean. Zorg vaker. En Mickey, die kent je nog wel, hè? Dat is mijn lief. Dat is, die is ook groot fan van u, hè? Ik ken net als ik alle liedjes van buiten. Hoppa. Ja, dat is Nicky, gedroogde rups. Wat een naam. Sorry, hè? Mag niet discrimineren. Sorry, hè? Maar die naam, hè? Dat is echt niet normaal, hoor. Vind jij dat van wel dan? Oei, 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 oei. Ik heb de nek. Ik zing bijna geen K3 liedjes meer, ja. Is goed, Ede.
Was leuk dat je er even was. Ik kan wel. Messi. Bye bye, Sir Lucas. Ja, tuurlijk, maar ik ben. Ja, ik. Hoe kan ik dat moeten zeggen, hè? Ik kan dat niet hoe omschrijven, maar ik. Ja. Zoals Jean al heeft bevestigd, hè? Zoals Jean Thomas al heeft bevestigd hier in mijn stream, hè? Dat, ja, dat is. Het is gewoon de band en we hebben die persoonlijke band, dus ik. Inderdaad, Nicky heeft dat bevestigd. En onze zorgvaker krijgt een uitnodiging met onze zorgmama. Die kreeg ze en mijn familie, hè, want dat is ook wel belangrijk. Hè. Lucas die gaat dan ook mee en de tante Nemi gaat mee en Taantje, Braantje. Allee joh. Dat is waar, hè. De Jean, vergeet Nicky niet gedacht te zeggen, hè. Mogen jullie komen? Dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk komt daar een livestream van. Want ik ga niet iedereen uitnodigen. Hè. De trouwerij is eigenlijk alleen maar voor familie en vrienden. En we willen eigenlijk op de datum 7 juni gaan trouwen. Dat is op de datum waarop Jean en Chris ook getrouwd zijn. Ja, klopt. Volgend jaar, hè. Zijn mijn vrienden? Nee, ja, jullie zijn mijn fans. Jean en Christel, dat is familie. En Lucas en Daniel zijn familie. Amy's familie. Dat is een beetje wat anders dan normaal, hè? Dus, ja. En dat is toch iets anders dan normaal gezien, hè? Dus, eigenlijk is het wel alleen voor familie en vrienden. En die kinderen, onze katten natuurlijk wel, de kinderen van Jean en Chris Loka, dat zijn mijn zorgsters. Dus die horen er ook gewoon bij. Maar dat is wel iets anders dan fans, hè. Ik kan niet zeggen van, oh, laat ik eens fans uitnodigen, want dan wordt het een heel drukke boel. En dan heb ik gewoon geen tijd meer om familie te zien en zo. Dat is altijd eigenlijk toch wel belangrijk dat, kijk, fans komen niet bij mij thuis. Familie en vrienden wel. Alleen op een meet and greet, inderdaad. Dat is inderdaad wel waar, maar dat regelt uw mama. Ja, kom. Die van veel voeren vind ik wel cool, maar mijn voetbaldingen, dat is echt de Rode Duivels. Dat is echt de groep, de voetbalploeg, hè, waar het echt om gaat. Meestal volg ik alleen maar veel voeren. Hallo, Lubex. Lubex, sorry. Zeeland. Klopt. Voor degenen die niet weten wie Jean Thomas is, volg dus even op zijn YouTube kanaal Jean Thomas intikken. Dan zie je welke liedjes hij maakt. En zo, hè. Krak. En hij maakt hele mooie liedjes. Hij zingt onder andere voor haar. En nog meer dingetjes. En nog. Dus, dat is echt, de Jean kent mij ook al heel lang. Ik had ook niet verwacht dat mijn zorgvader zou komen überhaupt. Want, dat is toch wel. Ik weet ook niet waarom. Ik denk dat hij... Ja, of die heeft mij horen schelden op de video, hè. Dat kan ook. Allee, jongen. Dat kan natuurlijk allemaal, hè. Zeg eens, Varken, waarom ben je eigenlijk gekomen? Dat heb ik je niet gevraagd. Wij gaan vanavond nasi eten. Ja, wie gaat er koken? Ja. Nee, wat er allemaal bij? Wat er allemaal bij? Satésaus, kipfilet, groentjes, rijst, kroepoek. Oh, dat wordt zalig. Precies, hè. Daarom is mijn zorgvakken ook mot, hè. Dat is heel belangrijk. Ikke. Oh, Jean, ben ik Nederlands? Volgens mij ben ik een halve Vlaander.
Anders zal ik niet zo praten, zeker? Hallo? Ik voel mij een echte Thomas. Laat dat even duidelijk zijn. En ik ben niemand verantwoordingsschuldig of wat ik wel en niet voel van binnen. Ja, nog wel, ja. Ik woon nog wel hier, ja. Nog wel, hè. Nog. Nog, hè. Nog. Precies, hè? En als het zo ver is. Dan ga ik inderdaad verhuizen. Nee, Nicky. Afscheid nemen. Ja, maar wij houden sowieso contact, hè? Ik zal sowieso echt wel naar Nederland terugkomen om een paar keer jullie te zien, hè? Dat is precies wel normaal, maar dat duurt nog even, hoor. Ga je naar Eindhoven? Nee, ik ga niet naar Eindhoven. Ik ga dan helemaal naar België toe. Maar ik weet nog niet. Maar precies, ik kan. Volgens mij ga ik dan dicht bij mijn zorgouders wonen. Dat lijkt me wel plezant. Voor haar ga ik door het. Dus ik heb het liedje in mijn hoofd, hè? Soms hebben woorden geen kracht om te genezen. Kon ik maar je gedachten lezen. Amai. Wat? Zeg, Santania. Vaker mocht de fjord wel een time-out geven als die een beetje bij de hand gaat doen, hè? Je weet hoe dat werkt. Je hoeft dat niet te bevestigen bij mij. Ja, dankjewel, Lucas. Niks aan de hand, Lucas heeft het al overgedaan. Oh, wacht. Ik moet even iets doen, zeg. Hoeft niet, Jinda, maar het is al opgelost. Lucas heeft het al opgenomen. Die even hier doen. Die hier plaatsen. Die hier open. Hop, 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 hop. Ja, ik zie je genoeg. Nee, toch? Het is nogal lang. Het is al lang terug naar huis. Mai, dat is precies nogal wat. Zo. Ja, maar die is even. Oh. Wij volgen jullie. Hop, hop, hop. Paardje in galop. Zit de zorgmama er ook nog in, of niet? Maar ja, Lucas volgt ook uw hoofdaccount. Ja, ik wist het ook. En Lily en Anou, hè? Ik weet het niet. Volgens mij niet. Volgens mij kijken die mee met ons mapa. Soms hebben woorden geen kracht. Om te genezen, kon ik maar uw gedachten lezen. Ik zal het gewicht van de pijn graag helpen dragen, maar ik blijf vol duizend vragen. Laat me.
Dat ben jij, 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 jij. Dat ben jij, 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 jij. Hoe je kijkt, hoe je lacht, je hebt me in je macht. Jij, 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 jij. Lukt het ooit om te zeggen wat ik voel? Of blijf jij eeuwig een onbereikbaar doel? Bye bye baby, baby bye bye. Ik wil dansen op de op, ik wil huilen naar de maan. Bye bye baby, baby bye bye. Jij hebt mij betoverd, dus ik laat je nu maar gaan. Bye. Ho. Lukt het allemaal? Is die al klaar? Aan mij? Dat heb ik even goed gedaan. Oh, dat is echt. Oké, ik ga dat ik dus zelf inlichting maken, inrichting. Even de muur afmaken. Hetgeen die hier, Lucas. Kom eens terug als je wil. Hallo, waar zit je? Oh, hier. Oh, je hebt hem al. Oké. Je mag daar heel voorzichtig rond een ding doen, hè. Kan de zon de maan vertellen? Kan het vuur dansen met ijs? Kan het wit van zwart gaan houden? Of geeft dat alleen maar grijs? Kunnen wij hier zo verschillen, heel ons leven samen zijn? Ja, dat kan als wij echt willen. Nee, niemand mag meer mot. We hebben nu echt volop mot. Sorry, ja? Nee, fucking, ik ga dat niet doen. Ik heb genoeg mods. Sorry, hè, maar Allee, Lucas, ik zal deze eens voor u meenemen. Zeg. Dat is bij perensap, dat is minder suiker. Met perensap, wil je die eens proeven vanavond? Dat is echt hele lekkere. Die kunnen bij de Albert Heijn halen voor 2 euro zoveel. Dat was 1 plus 1 gratis. Hè? En je hebt ook appel ervan, maar dat is echt vol van smaak. Maar dit was precies een verrassing dat je in mijn stream kwam. Allee jongen, ik had dat niet verwacht. Het is echt, dat was heel Ik dacht echt, wie is dat? Ik zie, ik zag Celius. Nee, die mocht niet. Love you. Stuur mama nog even in de chat, wil je? Nee, Loopings mag geen mod. Mijn besluit staat vast. Fijne dag, werk ze.
ook fijne dag. Oh, mijn hand. Tinteling in mijn hand? Nee, joh, dat is niet normaal. Mijn hand tintelt, dat is echt niet normaal. Maar kom aan, hè? So, let's go. Oh, oh, oh! Oh, jongens, oh, oh, oh! Daar ben jij, 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 jij. Kom aan, hè? Lukt het met de muur, Lucas? Oké. Oh, super. Zal die eens helpen, hè? Maar ik ga deze kant even doen. Maar ik kom aan. Ik heb zin in vanavond. Ja, neef, heb jij ook zin in vanavond? Ik ook. Ik ook. Allee, ik ook. Ik kan niet wachten, hè? Ik heb het gezien, hè? Hoe bezig, hoe bezig. Ze misschien wel of niet, ik weet het niet. In 2019 is natuurlijk wel een ding, hè? Ik heb een tinteling in mijn vinger. Dat dan precies niet verwacht dat die zou komen kijken eigenlijk. Maar goed, ik geen grove woorden gebruikt, hè, Lucas. Hé. Hey. Het is misschien maar goed dat ik geen grove woordjes gebruik op dit moment. Nu durf ik dat ook niet. Dat is echt waar, hè.
Hoi. Dat ben jij. In principe zou je dan tot hier de gevangenisdingen moeten maken, hè? Tot deze hoogte, want ik kunnen het er toch niet uit. Ik zal precies wachten, ik zal dat wel even doen. Oh, sorry. Wacht, ik ga die wel hier naar beneden doen. Wacht. Zo jongens, kijk eens even hoe mooi dat is, eruit ziet. Heel bizar eigenlijk, hè Lucas? Dat die gevangen zo eruit ziet zo. Zo? Mijn hand slaapt. Au.
Zo, hè? Dat denk ik wel. Je moet niet zomaar iets vragen wat niet van toepassing is. De eerste die dat mogen vragen, dat ben ik. Jean Thomas hoeft zich niet te bewijzen. Niet nodig. Nee, maar ik ken Christel en Gina al heel lang, weet je, en ik zal niet zomaar iemand een mop maken die ik niet vertrouw. Hè, Lucas? Wij zullen niet zomaar mensen mop maken die wij niet vertrouwen. Krak. I know. Nu niet meer. Weet ik, maar weet je, het is eenmaal geploft, kun je niet meer terug. Nee, ik sta niet te hoog.
Een tintelende vinger. Ja, die zal het werkaccount ook hebben, hè? Misschien hebben die kinderen vandaag het vandaag gemaakt? Hebben ze bedreiging gedaan? Ik zat een blok te hoog, dat is nu niet meer hoor. Nu is alles perfect geladen. De reden dat dit zo is gedaan, is omdat de gevangene van Azkaban natuurlijk een gevangenis is, dat is een gevang. Voor mensen die verkeerde toverspreuken hebben gebruikt, die hebben getoverd buiten school, op tijd, buiten hun werk of weet ik veel wat. En daardoor zitten ze dus in de gevang. Is goed, succes met studeren. Geen probleem.
Over de kleine 90 minuten ga ik offline, jongens, want ik ga daarna koken. En daar ben ik heel lang mee bezig, want dan word ik ook voor die opgenomen. Klopt. Ja. Oh, mijn vingers. Ik moet even mijn vinger laten rusten. Ik heb echt een slaaphandje. Dat is echt niet aangenaam. Oh, joh, ik stop. Ik ben al bijna iets meer dan een uur ben ik al lijf. Oh, wat ben je mij? Oh, mijn hand. Mijn hand doet zeer. Hoi, jong. Christeltje. Hallo. Hallo, mijn droppie. Hallo, mijn kindje. Zo, hé. Uitslover. Uitslover. Ik ga eens kijken bij mijn neefje bij de stream. Mers, een beetje eigen inhouden, anders geef je mij al een time-out. Geef iemand even een time-out, hoor. Een time-out gegeven. Hela. Over de kleine 3 kwartier is het gewoon gedaan met de stream en dan ga ik gewoon koken. En dan ga ik lekker koken en lekker ook. De straken.
Zo. Jongens, ik ga de stream afsluiten, want ik ga zo lekker koken. Want ik heb een hele lange dingen tegemoet. Hele lange kookavond. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Iedereen en iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei, jullie vinden me onder andere bij mijn neefje verder. Tot straks. Doeg.